Goedenavond, of goeiedag, goeiemiddag, ja, in ieder geval een hoop begroetingen in ieder geval. Welkom op dit kanaal natuurlijk. Ik ben DJ Brian Kick of YouTuber. En ja, jullie kennen me vaak op mijn livestreams of op mijn lyrics music. En ja, ik wilde gewoon een keer even weer een vlog maken. Het is al een tijdje geleden namelijk dat ik weer een vlog heb gemaakt. En waarover wilde ik eigenlijk hebben? Ja, we weten het allemaal wat in onze leven nu een tijdje speelt, in ieder geval corona. Moet ik eerlijk gelijk zeggen, ik word er doodmoe van. Ik ben echt aan het wachten totdat ze zeggen van de regering van jongens, we kunnen weer vrij. We kunnen weer onze oude leven weer begroeten. We kunnen weer onze dingen doen. We kunnen weer een hoop dingen doen wat we altijd in die tussentijd hebben gedaan. En dat kan nu gewoon niet. En daar word ik zo aan de ene kant zo moe van. Want ja, ik ben in de tussentijd, moet ik ook wel gelijk zeggen, van dat ik in de tussentijd gelijk ook ben gevaccineerd, om zo te zeggen. Moet ik ook wel gelijk vertellen. Ik had het eerlijk gezegd slechter verwacht dan het goede. En dat klinkt misschien heel raar, want er zijn natuurlijk, ja, natuurlijk iedereen heeft een eigen idee van hoe wat, van hoe het is, wat het zou kunnen zijn en dat soort dingen. Tuurlijk, dat accepteer ik ook gewoon gelijk en dat respecteer ik ook, maar toch. Ik heb nu denk een, nou, wat zou het zijn, net een week ik krijg een beetje last van mijn schouders. Ik had het eigenlijk erger verwacht. En dat klinkt misschien heel gek. Dat klinkt misschien echt heel gek dat ik het erger had verwacht. Maar ja, het is, ik moet wel zeggen, ik ben ook heel erg kritisch in geweest. Want, hey, weet je wat, ik ga hem lekker zo zetten. Dat is misschien beter. Kijk, dat is beter. Misschien ziet het een beetje raar uit. Moet ik misschien nog een beetje omhoog gaan. Ik weet niet of dat werkt, helaas niet. Jammer genoeg. Momentje hoor. Nee, dan lukt het niet. Dus ik moet helaas een beetje rechtop zitten. Maar ik ben wel in de tussentijd wel heel erg kritisch in geweest op het stuk vaccin. Het vaccin wat ik dus persoonlijk dacht van inderdaad dat de regering gelijk een middeltje had waar zenders in zitten, waar een hoop flauwekul in zitten, waar gewoon, ik heb echt alles gedacht, wat, ja, ook niet dat het, zeg maar, goedgekeurd zou zijn, dat het niet, dat het zo snel was goedgekeurd eigenlijk door het Nederlandse, of in ieder geval door het maatschappij. En dat ik dacht van, joh jongens, dat gaat toch helemaal niet. Dus dat stuk verbaast me heel erg. En ja, weet je, ik heb hem genomen nogmaals. En tot nu toe wat ik dus qua vaccin heb gehad, is eigenlijk gewoon een normaal vaccin. Ik heb geen rare klachten, ik heb helemaal niks. Ik voel me gewoon normaal zoals ik altijd voel, zeg maar. Dus in dat opzicht is niks aan de hand. Dus dan vraag ik me nu wel even af, waarom maken wij ons zodanig gek erin? Ja, ik ben daar wel zelf een beetje sprakeloos, omdat ik het zelf ook heel vaak heb gedacht van,
Hoe kan dat nou? Hoe kan het nou zo snel al die vaccin al klaar zijn? Hoe kunnen zoveel dingen al zodanig geregeld zijn om dat goed te laten keuren? Moet ik wel zeggen, nogmaals, wat we ook allemaal weten is dat de hele wereld dat heeft ervoor gezorgd natuurlijk. Dus het is natuurlijk heel snel gegaan ook. Maar ja, ik denk dat iedereen daar ook wel een eigen mening over heeft. En iedereen die heeft, dat is het ook, iedereen heeft een eigen mening. Iedereen die heeft een eigen, het idee wat het corona doet. Moet ik nog steeds zeggen dat ik in de tussentijd ook wel hele rare puntjes heb gehad. Want, ja, ik had toen echt heel gekke puntjes gehad. En dat was niet, ja, dat was niet logisch. Want ik had toen, zeg maar, een tijdje geleden, dat was heel, echt denk ik, best wel een tijd geleden, was mijn vriendin, die had dus de klacht corona. Volgens het RIVM. Maar, nou komt het raarste. Ik woon namelijk natuurlijk ook op het begeleid wonen, zeg maar, in de buurt. En, ja. Daar woont mijn vriendin ook, zeg maar, daar ben ik gewoon heel eerlijk in. En mijn vriendin die had dus van de begeleiding gekregen te horen van, ja, want je hebt klachten. Oké, het zal wel. Maar het vreemdste was het eigenlijk van dat, dat het eigenlijk al meer dan 5 dagen of zo, waren ze al in lockdown, zeg maar, op die afdeling. En het klopte niet. Toen uiteindelijk kreeg ik 5 dagen later, kreeg ik mijn vriendin helemaal op de rode van, ja schat, ik heb corona. Oké. En nu? Maar ze zeiden van tegen mij, qua begeleiding ook, voor mijn verdieping, hadden ze ook ineens over van, ja Brian, je moet in quarantaine. Hoezo? Hoezo moet ik in quarantaine? Ik heb al mijn vriendin al meer dan 6 dagen ongeveer niet gezien, dus dat is een beetje gek. Toen uiteindelijk was het wel van dat ze het ook niet wisten. Dus, wat heb ik toen gedaan? Ik heb het RIVM opgebeld van, joh jongens. Ik krijg nu pas te horen dat mijn vriendin corona zou moeten hebben. Maar ik heb al meer dan 6 dagen mijn vriendin niet gezien. Dus moet ik dan in quarantaine of niet? En daar wisten ze geen antwoord op. En ik had dus het RIVM gebeld, moet je nagaan, de RIVM die zegt dat het niet hoeft. Die zeiden van op dat moment van, ja als je 6 dagen geen je vriendin niet hebt gezien, ja dan mag je gewoon, gewoon lekker gaan staan waar je wil. Oké. Maar toen heb ik het ook GGD opgebeld. En GGD zei precies hetzelfde als het RIVM. Maar het gekste geval was van daarna toen wou mij begeleid bijna wou dus dat ik de test laat doen. Oké. Dat is goed. Ik laat wel mijn testen om zo te zeggen. Eerst zeiden ze van, je kan niet laten testen, want je hebt geen klachten. Dus, ja, en toen even later kon ik me wel laten testen. Dat is gek. Dat is echt heel gek. Dus, ja. Dat is vreemd. En dan heb ik een beetje zo'n idee van, dat klopt niet echt.
Dat klopt totaal niet. Ja, en nou moet ik wel zeggen van dat ik denk dat mijn vriendin als een verkoud iemand, dus als iemand verkouden is, dat je heel snel op corona wordt gegooid. Dat denk ik. Maar wie zegt dat het zo is? Ja, dus zulke dingen zit ik ook te denken van, ja, er is geen logica, om zo te zeggen. Dus dan heb ik een beetje zo'n idee van, oké, maar ja, dan heb ik gewoon zo'n idee van, dat klopt gewoon heel veel dingen niet. En dat maakt mij dus een beetje sprakeloos, want ik zit nu wel 10 minuten al, 11 minuten al te filmen. Nu ook. Op iets wat ik best wel nog steeds niet snap en op iets wat ik, ja, laten we zeggen, iedereen is het gewoon zat. Iedereen is echt zat. Je mag gerust weten, ik doe het natuurlijk vaker met automeetings, ik doe het vaker met heel veel dingen. En ja, wij kunnen nu ook niet meetings houden, we kunnen ook niks nu. Dat vind ik wel gewoon jammer. Dat is ook jammer, maar dat is een hobby voor mij. Maar zoals jullie kijkers, die hebben ook misschien heel veel wat dingen te doen. Wat jullie leuk vinden, wat jullie het liefste willen. Wat jullie vaak, wat jullie toch meer aantrekken. En dan heb ik toch zo'n idee van, ja, ik wil dat ook. En ik snap het ook, dat mensen het ook gewoon zat zijn. Het duurt ook gewoon veel te lang. Want het is gewoon zo. Het duurt gewoon veel te lang. Het wordt nooit beter op. Het blijft hetzelfde. We zijn nogmaals al een jaar verder. Een jaar. Nou, dat ik me eigenlijk afvraag, wat hebben wij in die jaar nou trouwens eigenlijk mee opgeschoten? Wat hebben we nou in die jaar bereikt? Om even flauw te zeggen en misschien heel cru. Maar eigenlijk hebben we helemaal niks opgeschoten. Eigenlijk hebben we gewoon gedaan wat mijn kabinet heb gedaan. Of heb gezegd. Maar toch, het heeft nog bijna geen zin gehad. En dat stuk heb ik een beetje zo idee van. Ja. Ja, het heeft ook geen zin gehad. Het komt toch op een manier aan, elke keer. Het komt toch elke keer, of in ieder geval, er klopt iets niet. Dat is één ding zeker, er klopt iets niet. En maar wat, geen idee. En dat vraag ik me af. Maar dat is het probleem, die antwoord kan ik helaas niet geven. Ook wel vaak aan jullie vragen, en dat is best wel een persoonlijk bericht naar jullie toe, naar jullie kijkers. Wat wil jullie doen, zeg maar? Stel dat corona voorbij is. Stel dat ze zeggen van, joh jongens, wij kunnen dus nu in ieder geval onze oude leven doen. Of terugkrijgen in ieder geval. In ieder geval, geen corona, in ieder geval helemaal niks. Wat zouden jullie op dat moment willen doen? Wat gaan jullie doen? Want dat gaat een keer ooit ergens, hopelijk zo snel mogelijk, liefst vandaag of morgen, liefst vandaag dan morgen. Maar stel voor, ze zeggen van, joh, eindelijk, corona is voorbij, wat gaan we doen allemaal? Wat gaan jullie doen? Kijk, ik zou persoonlijk ook al wel weten, want ik zou gelijk ik zou echt een feestje vieren op dat moment van, eindelijk corona voorbij. Of in ieder geval lekker naar het buitenland toe gaan, of in ieder geval naar een feestje bouwen, of in ieder geval lekker met heel veel mensen om me heen.
in ieder geval echt iets leuks. Wat we al jaren niet hebben kunnen doen. Wat zouden jullie gaan willen doen? En echt, ik ben daar echt aan het wachten, Rob. Maar wat is, zijn jullie ideeën? En dat wil ik graag weten. Dus dan wil ik vragen aan jullie van, zet hier onder in de comments. En ja, dan kan ik het ook misschien ook wat, ja, gewoon kan ik ook gelijk zien wat jullie willen. Wat jullie ook, wat jullie leuk vinden om dan te doen als het corona voorbij is. Dit is wel, wel gelijk het einde van deze video, want ja, weet je, anders duurt het veel te lang, want corona is en blijft een vervelend onderwerp en dat vind ik ook. Ik vind dat ook een hele vervelende onderwerp om daarover te hebben. Dus ja, in ieder geval, ik zou jullie toch willen vragen om toch nog te abonneren op dit kanaal. Hierboven of hier beneden ergens. Ik heb geen idee waar die komt te staan. Ik dacht hierboven, dacht ik. Maar doen jullie dan me toch nog even laten weten van wat jullie willen met als corona voorbij is. En abonneer natuurlijk op dit kanaal. En ja, hou mijn livestream maar gewoon goed in de gaten. Want als goed is, ga ik vanavond nog live. Vanavond live op weer op YouTube. Dus hopelijk dat jullie erbij zijn. Hey, laters!